De personeelsproblemen in de jeugdbescherming zijn nog altijd groot. En gezinnen zijn de dupe. Want dit brengt gewoon elke dag onrust met zich mee. En je weet nooit waar je precies aan toe bent en de kinderen ook niet. Kinderrechters sturen daarom opnieuw een brandbrief aan het kabinet. En verder in deze uitzending. Hoek heeft alweer een nieuwe trainer. En Ouwerkerk is iets kwijt. Goedenavond. Ze deden het in 2020, in 2021 en nu doen ze het opnieuw. De Zeeuwse kinderrechters waarschuwen voor problemen in de jeugdbescherming. Met name het tekort aan personeel zorgt voor veel problemen. Er zijn te weinig jeugdbeschermers. Wat betekent dat een gezin soms moet wachten tot er een jeugdbeschermer beschikbaar is voor ze. En er is ook gewoon veel verloop. Dus dan heb je een jeugdbeschermer waar je misschien als gezin heel blij mee bent. Maar die gaat dan weg. Of die valt uit. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw gaan openstellen. En de impact op de getroffen gezinnen is erg groot. Er zijn situaties dat we in een jaar tijd 4, 5, 6 jeugdbeschermers voorbij zien komen in een gezin. En dat is iets wat eigenlijk niet te verkopen is aan de gezinnen waar het om gaat. Ik praat erover verder met collega Jannes Goedbloed. Jannes, even voor de duidelijkheid, wat is precies de rol van zo'n jeugdbeschermer in een gezin? Ja, het gaat hier om gezinnen wiens kinderen uit huis geplaatst zijn of onder toezicht gesteld worden. En zo'n jeugdbeschermer moet er dan voor zorgen dat die kinderen, maar ook hun gezinsleven, de juiste hulp krijgen die ze nodig hebben, zodat ze veilig weer terug kunnen. Er was veel om te doen, hè, om die jeugdbescherming vorig jaar. Faillissementen, overnames die niet helemaal lekker liepen. Maar toen werd ook gezegd, volgend jaar dan is het allemaal beter. Ja, en het gaat ook wel beter. De acute problemen zijn inmiddels opgelost. En dan gaat het inderdaad om de overname van Intervent. Dat ging helemaal fout. Dan heb je nog een faillissement. Brides was dat. Dat ging failliet. Daardoor kwamen in één klap een jaar geleden ongeveer zo'n 150 gezinnen zonder zo'n jeugdbeschermer te zitten. En is dat nu nog zo dan? Nee, inmiddels niet. Inmiddels hebben ze allemaal weer een jeugdbeschermer. Dus ja, dat deel van het probleem is opgelost. Maar het probleem waar de kinderrechters nu voor waarschuwen is dat het verloop onder de jeugdbeschermers veel te groot is. Er is een gebrek aan stabiliteit. Dat zat hem eerst in echt geld. Valt Intervens misschien wel om? En nu zit het hem meer in de mensen. Blijft deze jeugdbeschermer? Het is wel een probleem wat al langer speelt. Alleen, ja, het lijkt wel steeds erger te worden. Wie dat ook aan den lijve heeft ondervonden is Esther Meijer. Ze zat bij Brides en ging na het faillissement over naar het Leger des Heils. En daar werd haar een vaste contactpersoon beloofd, maar daar kwam weinig van terecht. Inmiddels ben ik bij de 4e en 5e contactpersoon van de 4e GI. Maar totaal is dat 54, 55. 55 jeugdbeschermers bij 4 jeugdzorgorganisaties in 7 jaar tijd. Dat is extreem veel. En volgens Esther is er ook geen uitzicht op verbetering. Na al die jaren zakt de moed mij inmiddels wel een beetje in de schoenen. En dan vraag ik me af, waar in Nederland mag je wel weer een keer gewoon normaal moeder zijn, zonder dat alle ogen op je gericht zijn en je gewoon normaal kunt functioneren in de maatschappij. Want dit brengt gewoon elke dag onrust met zich mee en je weet nooit waar je precies aan toe bent en de kinderen ook niet. Ja, Jannes, de zorgen van de rechters en van die gezinnen lijkt me duidelijk. Maar wat is de reactie van de jeugdbeschermingsorganisaties dan? Nou ja, bij het Leger des Heils zeggen ze dat ze geen uitspraken kunnen doen over specifieke gevallen, zoals in die zaak van Esther Meijer. Daar kunnen ze geen uitspraken over doen. Maar in algemene zin zeggen ze dat de verloop onder het personeel inderdaad heel erg groot is. En dat ze er alles aan doen om hun personeel te behouden en ook nieuwe mensen aan te trekken. Maar dat is erg lastig, want het is zwaar werk. Het salaris is geen vetpot. En het beroep heeft ook nog eens een imagoprobleem. Dus ja, voorlopig gaat het nog wel even duren voordat dat personeelstekort is opgelost. Jannes, dank je wel. Het Zuiderhoofd bij Westkapelle gaat vanaf woensdag dicht voor publiek. Dat laat het waterschap weten. Loszittende delen van het plankier worden verwijderd en er komen verbodsborden. De steiger is onveilig vanwege achterstallig onderhoud en zou een flinke opknapbeurt nodig hebben. Het waterschap is daarover nog met verschillende partijen in gesprek. Voetbalclub Hoek heeft een nieuwe trainer gevonden. De 43-jarige Belg Björn de Neve, hier op archiefbeeld. Hij wordt daarmee de 5e trainer van dit seizoen. Zijn voorganger, Lorenzo Stalens, vertrok afgelopen donderdag samen met zijn assistent. Volgens de club was dat na een aanvaring met de spelersgroep.
De nieuwe trainer heeft bij de derde divisionist een contract getekend tot en met volgend seizoen. De gebeden van Panorama Walcheren zijn verhoord. De doeken hebben een nieuw onderkomen in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen. Ze stonden in de machinefabriek, maar daar moesten ze uit en dus waren ze dakloos. Maar deze kerk staat tijdelijk leeg, dus was 1 en 1 2. Bijna alle panelen worden verhuisd. Zorgen dat de doeken heelhuids overkomen en dat ze niet beschadigd zijn. En dan komt natuurlijk de opbouw in de kerk. Dat gaat ook nog een tijdje duren. In juli moet alles klaar zijn, maar dan weer niet voor lang. Want eind dit jaar wordt de kerk verbouwd tot hotel en zal er opnieuw een nieuwe plek voor de doeken moeten worden gevonden. Hij mag dan 76 zijn. Je treft hem nog bijna dagelijks op de atletiekbaan van Hulst. En als Donald Segers daar niet is, dan is hij te vinden in zijn eigen sportschool in de Schuur. Want leeftijd, dat is maar een getal, zegt deze sportfanaat. Ja, ik doe het voor mezelf. Voor mij is het gewoon een nummertje en het is een hartstikke mooie hobby. Hoppa! Kijk, en nog een redelijke goeie nog. En dat is iets dat je zelf kan beoefenen. En is er iets fout, ben je zelf verantwoordelijk. Donald Segers raakt eind jaren 80 via zijn dochter besmet met het atletiekvirus. Zij beoefent de sport dan op hoog niveau. En Segers gaat als trotse vader mee. En ik ga niet meer weggaan, mijn dochter zou studeren. En ik ben door blijven gaan. Want net als zijn dochters wordt ook hij lid van de vereniging in Hulst. De atletieksport heeft Segers sinds 1988 in zijn greep. En zijn favoriete onderdelen, kogelstoten en discuswerpen. Nou, ik zou, dat ik het nou eerlijk mag zeggen, ik zou graag tegen de 11 meter nog willen halen. En zit dat erin? Ja, dat zit erin. Moet keihard trainen en blijven trainen. Keihard trainen dus, en dat minstens 3 keer per week. Of meedoen aan atletiekwedstrijden in de categorie 75+. Tegen leeftijdsgenoten uit heel het land. Ja, die drive is om volgend jaar weer een werpvijfkamp mee te kunnen doen. En weer met oude harden erbij. Dan maar lekker een rijn toe naar voren of naartoe, dat ik een werpvijfkamp kan doen. Bij thuiskomst in Hulst zit uitrusten er dan niet in voor de pensionaris. Eerst nog even tientallen kilo's bankdrukken in zijn tot krachthonk omgetoverde schuur. Bezig blijven. Geen dag overslaan. Elke dag sporten. Ik denk bij zo'n pintje, maar dan is het echt op een zaterdagavond, dus ik zondag niet moet trainen. Maar als ik moet trainen, is geen alcohol. Waarom is achter de geranium zitten niks voor u? Ja, dat kan ik later altijd doen dat ik niet goed word. Hè. Dan is het over, maar zolang ik dat kan doen, nee, heb ik geen geduld voor ook, trouwens. Wat levert al dat sporten u nou eigenlijk op? Doorzettingsvermogen. Nooit opgeven. En dan denk ik dat die sport teweeg brengt. Ja, want er zijn natuurlijk veel mensen van uw leeftijd die moeite hebben met bewegen. Heeft u ook een advies voor hun? Niet in noeksen gaan zetten. Je spieren blijven intact. Want op de bank gaan zitten, dan zit er 2 dagen. Nou ja, dan ben je ziek. Maar dan zou je 2 dagen op de bank zitten. Dat is mijn visie. Dus die oude mensen, jongens, kom naar buiten. Doe wat. En dan volgt nu een opsporingsbericht. Ouwerkerk is een letter kwijt. Dit is het oude bord van Ouwerkerk. Dat staat er al een tijdje. Maar als we naar de andere kant van de weg gaan, dan zien we het nieuwe bord. En dan zien we toch dat er iets mist. Nee, dat is niet goed, Ouwerkerk. Ouwe. Natuurlijk niet. Ik mis een R op het bord. En nu weet ik niet precies waar ik heen moet, want het is natuurlijk niet goed. Wat vindt u ervan dat zo'n spelfout gemaakt wordt? Nou, ik vind het wel een beetje dom. Dat kan niet blijven hangen, toch zo? Dat kan niet blijven hangen. Nee, dat moeten ze veranderen. Zo hou mogelijk. Want dat is niet leuk zo. De gemeente Schouwen-Duiveland zegt dat het gaat om een productiefout die niet is opgevallen bij het plaatsen van het bord. Het foute bord gaat retour en een nieuw bord met de juiste spelling komt ervoor in de plaats. En ook op het bord waarbij je het dorp uitrijdt ging het mis. Alleen hebben ze er hier al verstandig genoeg een streep doorheen gezet. Donkere luchten en vrijwel iedereen kreeg vanochtend ook met een regen- of onweersbui te maken. Maar vanmiddag was het redelijk zonnig met een krachtige zuidwestenwind, dat dan wel. Morgen vrij zonnige dag en dan vooral 's ochtends wat bewolking. Het wordt dan 22 tot maar liefst 26 graden.
En was landelijk vanmorgen in het nieuws dat de keteltunnel bij Rotterdam dicht moest vanwege personeelstekorten. Op onze site lees je of zoiets in Zeeland ook zou kunnen gebeuren. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en tot morgen.